Goedendag. Ik kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Winterweer is in Europa te vinden, zoals het hoort in deze tijd van het jaar. De grens ligt uh, zo over Zweden en uh, Noorwegen en heel Finland bevinden zich in de vorst. En ook het westen van Rusland en de Baltische Staten hebben met koud te maken. En als we de boel in beweging zetten, dan zie je dat de kou uiteraard een beetje schommelt. In de nachtelijke uren zien we het op steeds meer plaatsen vriezen. Maar in de loop van de tijd zien we de kou vanuit Noord-Zweden, ook naar het zuiden van Zweden, stromen. En ook Polen wordt geleidelijk kouder. Het gebied rondom de Alpen koelt ook af. Uiteindelijk zien we de vorst eigenlijk in het zuiden van Duitsland zitten, in het oosten van, Polen, uh, sorry, oosten van Duitsland en verder in heel Polen, Tsjechië en Slowakije. De kou breidt zich dus uit en komt in de loop van de week onze kant op. Kijk al eens naar die temperatuur in de buurt van Oslo: min 18 graden. Dat is dan wel s'nachts, maar toch zeer lage temperaturen. Heeft alles te maken natuurlijk met de situatie op de weerkaart. We hebben nu nog een lage drukgebied boven de Britse eilanden liggen en die voert een relatief zachte lucht aan. De atmosfeer hoger is al wel wat koud, daardoor in de Alpen wel verse sneeuw. En vanuit het noorden. Komen daar koude lucht en zien we ook rondom een hoger drukgebied geleidelijk koude lucht komen. En als alles in beweging komt, dan verandert de situatie. Want dat lage drukgebied dat lost langzaam op, trekt heel traag weg, maar je ziet toch eigenlijk vooral de luchtdruk stijgen. En dan komt een hele belangrijke wijziging. Als ik nu de boel stilzet, dan leggen we, zien we een lage drukgebied boven het westen van Rusland. Brengt daar veel sneeuw en daaromheen gaat dan koude lucht die bocht maken en dan komt het onze kant op. Temperaturen gaan dan dus naar beneden in het zuiden van Zweden, in Denemarken, in Polen. Bij ons bereikt de koude lucht onze woensdag nog niet, maar een volgend lage drukgebied dat in de Golf van Biskaje ligt, dat wordt heel belangrijk, want die gaat de koers volgen die of kou bij ons brengt, als dit de koers is. En als die iets noordelijker gaat, dan wordt het minder met de kou. Bij die wat zuidelijker koers kan het donderdag misschien gaan sneeuwen. Dat zien we ook in deze kaarten terug. De temperatuur gaat behoorlijk dalen de komende tijd. In het weekend gaat het kwik misschien zelfs de hele dag onder het vriespunt blijven. Daarna lijkt het misschien wel weer wat zachter te worden. Maar dat is nog ver weg. Dus voor de schaatsliefhebbers kijken we daar gewoon nog even niet naar. Voor de sneeuwliefhebbers heb ik nog even deze grafiek op donderdag. 71% kans op sneeuw in midden-Nederland. Maar dat is dan wel echt een lichte sneeuw. Oftewel, het zou een groot deel van de dag kunnen regenen. En dan gaat de regen heel even in sneeuw over. Het hoeft dus geen witte wereld te worden. Maar er zijn ook scenario's denkbaar dat het wel een witte wereld wordt. En dan moet je op die onderste lijn kijken. En daar zien we dat er toch bijna 30% kans is op 3 centimeter sneeuw. Nou, en dan hebben we het natuurlijk wel over een, een wit Nederland. Hebben we vanavond natuurlijk nog niet mee te maken en vanmiddag ook niet. Temperaturen waren vanmiddag 5 tot 8 graden, dalen vanavond nauwelijks 4 tot 6 graden en morgen overdag hebben we dan maximaal weer van 6 tot 8 graden. Al die tijd blijven er buien vallen, morgen heel af en toe ook zonde tussendoor, maar de bewolking heeft de overhand. De wind waait in eerste instantie uit zuidwest tot west met windkracht 4, morgen later in de middag en avond en vooral in de avonduren. Neemt hij aan zee toe naar winkracht 6 of windkracht 7. Er is een kleine kans op onweer, en dat geldt dan vooral voor de westelijke provincies. En kijken we er dan wat verder vooruit, en dan ziet de woensdag er ook nog wisselvallig uit. Af en toe weer wat zon, maar zeker ook buien. En de wind gaat in de loop van de dag naar het noorden draaien. En die donderdag is dan de spannende dag voor de sneeuwliefhebbers. Ik heb 2 graden staan voor Groningen. Natte sneeuw ook in het noordoosten en oosten en 6 graden in het zuiden. Maar zoals al aangegeven, het zou een stuk kouder kunnen zijn en ook nog iets zachter dan dit. Vrijdag lijkt de koude lucht dan wel terrein te winnen, komt er geleidelijk meer zonneschijn, maar blijft het ook waarschijnlijk droog, dus dan nemen de sneeuwkansen af. We wachten het rustig af, morgen brengen we er meer nieuws over. Ik ben Michiel Severin van Weerplaatsen.nl.